Nee. Eigenlijk heel slecht dat je daar zo... Grof vind ik heel chill. Manuka honing. Dit vind ik dus wel heel leuk. Griekse yoghurt. Dit was het dus. Oh my god, dit is zo zoet. We hebben een winnaar. Wow, het is maandagochtend en ik heb tijd gemaakt om sap te maken. Ik ben trots op mezelf. Gewoon een kwartier beneden. Dat is voor mij echt lang. Normaal heb ik min 5 minuten. Hallo, ik had vandaag mijn bril op, want mijn ooglid is dus... Ik heb hier zo'n stondje. En hier is het rood, dat zie je nu niet. En hier is het dik aan het worden. Nou, het valt nog reuze mee, maar ik weet het. Als ik nu mijn lens in had gehad, was het erg geworden. Dus ik had mijn lens mee naar mijn bril mee naar mijn werk. En ik heb ze echt na een half uur al uitgedaan. De kinderen vonden het vet grappig. Heel anders. En heel veel collega's vonden het super leuk staan. Dus dat vond ik wel aardig. Nu zie ik er heel raar uit. Maar ik heb een super goede dag gehad. Nou ja, valt eigenlijk wel mee. Ik heb ontzettende koppijn. Ik heb niet zo heel goed geslapen. En het was niet de leukste dag ooit, gewoon een prima dag. Maar ik heb na werktijd zoveel geknald. Van 2 tot 4 heb ik echt keihard gewerkt. Heel chill gewoon, ik hou er wel van. Lekker al mijn to-do dingen heel veel afgewerkt. Ik heb echt nog maar heel weinig to-do openstaan. Ik ben er de laatste tijd zo goed in. Dus dat is heel fijn. En ik heb Albert Heijn komt zo, wat heel prettig is. Zodat ik weer even avondeten in huis heb. Maar ik heb heel bewust gekozen. Ik dacht, laat ik weer eens kip, gekookte aardappel en broccoli eten. En dan zonder sausjes, zonder te veel olie, geen kruiden. Even kijken wat dat voor mijn buik doet. Want ik moet echt weer normaal vanavond eten. Want ik eet gewoon heel raar. Omdat ik niet buikpijn wil, eet ik nu al 2 weken lang elke dag dimsum of zo. Dat is super slecht. En ik heb vandaag heel gezond gegeten. Lekker maiswafels, Griekse yoghurt en sap. En dat is ook wel fijn. Ik heb gefietst. Ik wil echt even goed voor mezelf zorgen. En ik wil boven misschien nu, voordat ik helemaal instort, nog heel eventjes doorgaan. Met opruimen en dan ga ik lekker chillen. Mijn vlog is al bijna klaar, terwijl ik pas over 3 dagen online moet. Dat is allemaal relaxed. Mijn bestellingen lopen goed bij, dus daar ben ik heel blij mee. Nu heb ik een brief van de Belastingdienst. Ik moet... Wat is dit? Nee. Dit is zo balen, jongens. Ik betaal altijd voor mijn parkeerkosten. Echt altijd. En toen ging ik mijn nagels doen. En toen dacht ik, nee, na 3 kwartier. Ik ben vergeten om te betalen. En heb ik een boete. Oh, dat is zo... Dan voel je je zo stom als je zo'n brave burger bent. En je vergeet het gewoon. 4:12. 1,70 had ik moeten betalen. En daardoor is de boete 64,50. Ik ga het nu meteen betalen. Hij zal ik op 6 april meteen doen. Het valt nog mee, maar hoe balen is dat? Als je dat gewoon overkomt. Ik heb hem daarna ook meteen aangezet. Maar ik was dus te laat. Ik moet zeggen, ik heb het wel 2 keer eerder gehad. En toen had ik geen boete. Maar ik doe het echt niet expres. Maar goed. Ik heb nog een brief van Belastingdienst. Leuk. Heel leuk. Weet je wat ik zo grappig vind aan ouder worden? Vroeger zou ik denken, oké, die ga ik later wel betalen. En dan kreeg ik boetes en zo. En nu ben ik er zo goed in geworden. Meteen betalen. Wat is dit? Oh ja. Ik heb iets binnen wat ik nodig heb voor... Ja, ik heb trouwens, heb ik dat net gezegd? Heel goed nieuws gekregen net toen ik binnenkwam. Daarom zit ik hier nog zo bij, want dat moest ik even vloggen. Ik heb goed nieuws gevlogd, maar dat is voor een andere vlog. En daar ga ik nog niks over zeggen. En ik heb nu ook iets binnen wat ik nodig heb voor dat goede nieuws. Dus dat is fijn. Leuk. En Albert Heijn is onderweg, zie ik. Nou, allemaal top. Behalve de boete die ik nu ga betalen. Weet je wat ik trouwens best wel grappig vind? Het is geen goede tip wat betreft het milieu. Ik weet het. Maar oké. Ik heb gewoon echt altijd moeite met mijn huis schoonhouden en het bijhouden. Wat voor mij gewoon een gouden tip is. En ja, het is echt slecht voor het milieu. Dus heb je een andere goede oplossing, let me know. Maar ik ga gewoon heel snel niet een emmertje met sop vullen en met een sponsje en een doekje aan de slag. Maar als ik overal een pak van die doekjes heb liggen, deze is niet gesponsord, maar deze van Dettol zit echt vol met juice. En die zijn echt heel goed. Dan maak ik zoveel sneller schoon. Ik heb net bijvoorbeeld hier mijn muur schoongemaakt. Want ik dacht ineens van, hey, vorig jaar zomer ging ik met Hadi muur schilderen. Met een soort laagje dat je de verf, dat je de vel eraf kan halen. En het was helemaal smerig. En eerst dacht ik, het gaat er niet af. Heb ik eerst een beetje laten inweken. En toen kon ik het er best wel goed zo afschrobben. En nu is het schoon. Dus daar ben ik heel blij mee. Maar zo'n pak heb ik dus ook in mijn wc liggen. En in mijn badkamer boven. Zodat ik steeds het even bij kan houden. En dat gaat veel beter. En ik heb nu dus ook voor de ramen. Want zo'n glasexpress is trouwens ook prima natuurlijk. Dat is beter dan dit. Die wegwerpdoekjes zijn niet goed. Dus glasex had niet op deze manier gehoeven. Maar ja, in ieder geval als ik echt een schoonmaakdag doe, dan pak ik gewoon mijn emmertje en ga ik daarmee aan de slag. Maar als ik dus zo uit mijn werk kom en ik wil het even snel doen. Wow, dit kraakt. Ja, dan zorgt dit er dus voor dat ik het doe.
En dat vind ik dan op dit moment eventjes belangrijk. Want ik merk dat ik daardoor veel beter mijn huis schoon hou. Heb je een andere makkelijke, snelle tip? Oh, die poep van Bolly is zo goor. Laat het me weten. Net als zo'n Dyson stofzuiger. Dat zorgt er dus voor dat ik zoveel vaker stofzuig, maar dat geen Dyson hoeven zijn. Maar zo'n draadloze. Ik pak hem er de hele tijd bij. Iedere avond ben ik wel even aan het zuigen. En mijn huis gaat er echt op vooruit. Je hebt niet meer dat je dan echt denkt van, oh, ik moet in het weekend dit en dit en dit doen. Nee. In ieder geval, ik word er echt blij van. Op deze manier is mijn huis zoveel netter en ben ik iedere dag 10 minuutjes bezig. En ik vind het ook heel chill om na mijn werk eventjes zo lekker wat dingen schoon te maken. Het is oprecht relaxed. Dus heel blij mee, want ik ben echt heel goed in opruimen. Maar schoonmaken, ik ben echt een slechte vrouw. Een hele slechte vrouw. Als je kijkt naar vooroordelen en stereotypering. Ik ben echt heel slecht. En zijn mijn vriendjes tot nu toe beter erin dan ik. Maar ik word er dus steeds beter in. Ik heb dus bizarre koppijn. En ineens denk ik, kijk in mijn koelkast naar mijn havermelk. Ik denk, oh ja, vandaag heb ik geen koffie genomen. Want ik had zo lekker dat sapje op dat ik dacht, nee, ik ga niet ook koffie erachteraan gooien. Ik neem op mijn werk een vieze koffie, zeg maar. En ik heb het niet gedaan. Dus ik ga nu koffie drinken, omdat ik er ook wel zin in heb. En kijken of mijn hoofdpijn dan weggaat. Zo ja, vet slecht, maar wel heel normaal. Ik heb net 2 minuten mijn koffie op. En mijn hoofdpijn wordt al minder. Bizar. Ik ben benieuwd wat het over een paar minuten is. Maar ik denk dat ik sowieso van mezelf wel een beetje hoofdpijn heb. Maar het blijft raar. Ik heb ook een tijdje... Ik weet nog dat ik vroeger was met Ruben op vakantie. Frankrijk. En ik voelde me zo moe elke dag. En ik kon het niet peilen. 5 dagen lang of zo. En ineens besefte ik me van, oh, we drinken daar geen koffie. En toen ben ik koffie gaan drinken. En toen was mijn hoofdpijn dus inderdaad weg. Maar heel slecht. Maar ik weet ook dat je er in een week zo van af bent. Maar ja, ik vind koffie gewoon lekker. Dus ik hoef er niet vanaf. Ik drink 1 kopje per dag. Maar het is toch eigenlijk heel slecht dat je daar zo gevoelig voor bent. En de appie is geweest. Weten jullie hoeveel dit kost? Het is echt gestoord. €98 met het kratje erbij. Dus €94. Niet normaal. Ik zal even weer laten zien wat ik heb gekocht. Want volgens mij vinden jullie het nog steeds leuk. Zo niet zeg het alsjeblieft. Want het is niet dat ik dit super leuk vind om te filmen. Maar als jullie het leuk vinden, doe ik het met alle liefde natuurlijk. Nou, dit waren allemaal hele chille aanbiedingen. Deze waren 50% korting. En ik, van mezelf moest ik eerst oude make-up removers die ik niet zo fijn vind opmaken. Voordat ik weer mijn favoriet mocht kopen. En nu waren ze weer 50%. En ik ben bijna door mijn oude dingen heen. Dus ik heb deze weer gehaald. Die vind ik fijn. Vitamine C tablet. Ik neem normaal gewoon die van eigen huismerk. Alleen die kan je niet bestellen. Dus deze waren ook 1+1. Dit vind ik heel fijn om te drinken. Favoriete tandpasta. Deze waren dus weer 3 voor €10. Super chill. Het enige punt is dat ik altijd te veel gebruik. Dus ik heb liever van die dingetjes. Die portie dingen. Omdat ik hiervan... Hier gebruik ik echt... Doe ik 10 keer mee. Maar ik moet gewoon leren om minder te gebruiken. Dan heb ik 4 Starbucks koffies voor €10. Dat vond ik ook wel chill. Ik vind ze toch wel heel erg lekker. Deze 2 heb ik... Dan deze 2. Oh, Bolly verliest zoveel veertjes. Deze 2 nog, dus deze 4. Ik weet niet wat mijn favoriet is. Ik heb gewoon sterker gekozen. Ik heb 2 havermout. Huh? Oh, ik heb de verkeerde. Huh? Waarom heb ik er 3? 3 havermout. Grof vind ik heel chill. Af en toe. Maar soms, dat is wat echt wat grover. En dit is echt meer papperig. Maar ik weet niet waarom ik die allebei heb. Maar ik eet de laatste tijd best veel havermout. In mijn smoothie en soms 's avonds nog als ik trek heb een klein beetje. Schijnt ook best wel goed voor je te zijn voor het slapen. Maar 3 is heel overdreven. Geen idee weer waarom ik dat heb gedaan. 2 van deze yoghurtjes omdat ik geen tijd en zin heb om naar de Lidl te gaan voor mijn favoriete yoghurt. En iets nieuws. Dat was nu 2 voor €5. Eentje was niet leverbaar en toen kreeg ik het volledige bedrag teruggestort. Dat is best wel chill. Van dit soort salades. Misschien krijg ik er heel veel buikpijn van. Maar het zijn niet hele grote porties dus misschien ook niet. En ik dacht, hoe lekker om dit mee naar mijn werk te nemen. Even in het teken van gezond doen. Dat ik gewoon... Ik ga de tv even uitzetten. Maar dat ik gewoon die smoothie 's ochtends en dan dit. Eventjes weer helemaal gezond. Lijkt me echt top. Ik ben benieuwd of ik het volhoud. Ja, ik ben benieuwd in hoeverre het ook vult. Maar het ziet er heel leuk uit. Ik heb taboulee hummus. Mango amandel. Dat zijn echt wel dingen waar ik buikpijn van krijg. Want wat ik zeg, soms in kleinere hoeveelheden maakt het niet zoveel uit. Lekker een zak spinazie voor in de smoothie. En een broccoli, waar ik in principe 2 keer mee wil gaan avondeten. Gember voor in het sap. 2 keer kip. Kipdij en kipfilet. 2 breakers waren ook in de bonus. Best wel vet, maar dat vind ik met yoghurt niet zo erg. En ook suiker, maar heel lekker. Klein bakje blauwe bessen. En weer bananen. Voor in de ochtend of voor in mijn smoothie of voor los. Brood. Vandaag heb ik dus geen brood gegeten. Ik denk dat ik hem in de vriezer ga leggen. Ik wil proberen om niet meer elke dag brood te eten. Maar deze voelt heel oud. Maar komt hij net uit de vriezer of zo? Het voelt echt anders dan normaal. Raar.
weer een zak appels. Maar ik heb eigenlijk nog appels. Maar ik eet het liefst 2 van dit soort appeltjes per dag. En ik heb hier ook nog, maar deze waren best wel bruin. Dus ik ga deze gewoon door mijn sap doen. Dan nog een zak vastkokende aardappelen. Daar ben ik echt gek op. En voor de rest allemaal 1 plus 1 gratis. Siropen, die van de boom peer, van de boom mango. Super lekker. Van de boom rood fruit, van de boom groene thee citrus. En dan heb ik appel mango sap, aardbei sinaasappelsap, ananas. Oh ja, havermelk nog. Voor ook door een smoothie een keer. 2 keer tomatientje, peervlierbloesem en goudappeltje. Dat is allemaal heel chill, maar ik vind 98 euro wel, 94 euro heel veel voor dit. Maar goed, oké. Okay. Ik ben trouwens achtergekomen dat in sommige dimsum zieke darmen van de garnalen zitten. Dus daardoor vind ik het niet meer zo lekker. Echt zo'n zwart stuk. Oeh, dus dan vertrouw je het niet meer. Ik wil dat echt niet eten. Dat is wel jammer. En mijn hoofdpijn is weg. Dus ik heb de hele dag met hoofdpijn gelopen vanaf een uurtje of 12, denk ik. Wel grappig, want ik heb niet zo'n dipmoment gehad, omdat je geen koffie hebt gedronken. Daardoor heb ik dus de hele dag mega steek in mijn hoofd gehad. Niet over nagedacht. Pak hem. Ik kan het. Nou, je verliest zoveel veertjes, Bol. Maar je bent wel weer helemaal mooi aan het worden. Het zijn allemaal oude veertjes, denk ik. Er vallen gewoon allemaal veren uit hem, terwijl hij dit doet. Waar is hij nou, Bolly? Komt-ie. Bol, in dit spel ben je best goed, maar het kan beter, vind ik. Je bent zo dik als je dit doet. Afleiding. Mijn vinger wint het van een touwtje. I love you so much, fluffy chicken. Je bent zo fluffy. Oké, ik heb lekker een Maria, Marie en Hilla, een glam glow maskertje voor mijn hoofd. Maar in de douche, en ik lig trouwens onder mijn zwaarste deken, heerlijk vind ik die op de bank. Om te slapen vind ik het nog niet zo chill. Maar ik heb even jullie hulp nodig. Wie kent dit lied? Ik had het ineens in mijn hoofd in de douche en het is echt 100 jaar oud. Van mijn jeugd of zo. Maar het is ook echt op die... Oh, film die wel, ja. Op die saaie toon. Maar in mijn hoofd heb ik iets van... Na 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 magical, it's a na na magical. Maar ik weet gewoon echt niet wat het is. Is een soort liedje van de piano of zo, van de keyboard. Ik weet het niet, maar help me alsjeblieft. Morning, ik ga nu deze hoeveelheid spinazie. Dan heb ik hier 2 van zulke stukken gember. En een appel die een beetje beurs was, dus 3 van die partjes. En daar doe ik havermout bij en dan had ik dit appelsap vandaag. Weet iemand trouwens wat het verschil is tussen troebel appelsap en normaal appelsap? Ik wilde het gisteren googlen, maar ik ben het vergeten. Daar ben ik zo benieuwd naar. Zeg maar qua het maken ervan. Want ik vind troebel veel lekkerder. Ik ga dit mixen met appelsap en een beetje water. En dan doe ik daarna nog die grove vlokken. Ik vind het lekker als die nog een klein beetje... dat ze nog een beetje bite hebben. Dus die doe ik pas later erbij. Ik heb nu best wel weinig sap. Dan doe ik er water bij. Maar omdat ik ook appel erin heb. Een banaan hoeft het niet zo heel zoet. Zo. Is helemaal goed. Er zit echt veel gember in. Als je trouwens niet van gember houdt. Dit sapje is volgens mij... Ik doe best wel veel havermout trouwens hoor. Het is echt best wel een caloriebom. Maar ik probeer dus ook echt... Nou ja, hierna tot 12 uur alleen nog maar een stukje fruit of zo te eten. Dat is wat ik nu een beetje aan het proberen ben. Ik moet natuurlijk echt afvallen. Maar ik wil niet diëten. En dit voelt er niet als diëten, want het is veel te erg. Nou, dat is hem dan. Zie je hoeveel? Dit is wel een beetje te veel. Dus ik bewaar gewoon een beetje. Het is normaal dat een huis hier het leuk vindt om op zoveel herrie te zitten. Oké. Okay. Ik moet even de juice inschenken. Juice.
perfecto. Ja, ik weet dat je ook juice wil. Hij smaakt veel minder zoet vandaag, want ik heb veel minder sap en sap met minder suiker. Hier, dit is voor jou, kijk. Met een blaadje spinazie. Ga maar. Lekker! Oh, zo fluffy. Nee, hier. Hier. Goed zo. Door corona heb je dus gewoon geen pauze meer met je collega's. Dus ik merk dat ik gewoon na werk ga ik maar door en door en door. Het is nu 4:30, ik ben nu in Muiden. En het zonnetje schijnt. Ik denk, oh, ik moet even gewoon niet meteen naar huis, maar even mijn hoofd leegmaken, joh. Even chillen. Je werkt eigenlijk best wel hard zonder pauze, wat ik zeg. Ik luister lekker de Geus en Gorgels podcast. Heerlijk. Ik ben echt om 5 uur aan het koken. Eindelijk ga ik eens een keer weer normaal eten. Aardappel, broccoli en kip. Alleen zoveel honger dat ik de kip al heb opgegeten. Oh. En de broccoli maak ik heel zacht, zodat ik hopelijk geen buikpijn krijg. Ik heb een hele goede film gezien. Raphaël op Videoland. Echt een aanrader. Wel een heftig verhaal. Maar goed te doen. Echt een hele goede film. Ik hou van Nederlandse films, maar ik wist niet of die goed zou zijn. Echt heel goed. Echt een tip. Oké, ik ben thuis. Ik ben wel heel moe. Koffietje. En we gaan meteen naar boven. Want we moeten bestelling maken. Want over een uur is het 5:30. En oh, ik dacht dat ik boven kom is het vet netjes. Maar ik heb mijn bed niet opgemaakt. Maar ik vind het, als je het meteen opmaakt kan het niet luchten. Dus ik laat dat te vluchten. Maar nu ga ik lekker in deze nette webshop even bestellingen maken. Want over een uur dan is het 5:30. En dan is het niet meer op tijd. Dit is ook een uitje. Echt helemaal verrot. Oh, batterij bijna leeg. Altijd. Er zijn ook best wel wat sieradenboxen besteld. En dat is leuk, want ik heb allemaal nieuwe sieraden binnen. Dus dat is superleuk. Ik kreeg trouwens de vraag, maar Charlotte, zet je nooit meer nieuwe dingen op je website? Nee. Of doe je niks meer met je webshop? Ik bestel dus nog wel dingen, maar ik heb gewoon heel weinig tijd om te shooten en zo. Nou, hier heb ik dus heel veel nieuws. Echt heel veel. Allerlei nieuwe artikelen. Die best wel hip is, die grove kettingen. Je mag altijd een verzoekje doen als je een surprisebox bestelt. Maar het blijft natuurlijk een surprisebox. Oh, geweldig met deze bedeltjes. Maar soms krijg ik ook nu wel mailtjes van... Hoi, ik wil graag die blouse. Dus kan je, welke box moet ik dan bestellen? Maar dat zo werkt het niet, want het blijft een surprisebox. Dus je moet gewoon een box bestellen. Even logisch nadenken qua bedrag, weet je. Ja, als je nu een surprisebox van 20 euro sieraad bestelt... dan kun je daar niet heel veel voor verwachten. Maar je kunt er altijd voorkeur bij zetten. Maar je kunt niet gaan zeggen van wat moet ik bestellen om dat te krijgen. Want dat is voor mij ook gewoon veel te veel werk. Dan is het hele idee van een surprise box eraf. Maar dit is dus allemaal nieuw. Ik weet nooit wat ram is. Is dit nou ram? Oh, ik moet het opzoeken. Ik ben altijd in de war. Deze. Dus dit steenbok en dit ram. Dus dit steenbok en dit ram. Oh. Oké, dit is steenbok. Dus dit is steenbok. En dit is ram. Ik vergeet het echt altijd. Oh, deze van een nieuwe collectie. Zo tof. Dit is een sieradenbox van 25 euro. Ja, deze is eigenlijk al best wel prijzig, maar I don't care so much. Het is echt een vaste klant, dus ik hoop dat je er wel blij mee bent. Super tof dit. Helemaal hip nu. Nice. Kijk, wat bestelt bij Holland & Barrett? Jeetje, ik maak echt zoveel schoon. Het blijft altijd viezer uitzien in mijn huis. Irritant, maar het is echt schoon. Tweede gratis, pepermuntolie. Luca Vitaal is volgens mij niet per se het beste merk, maar ik las dat je... Dit is voor mijn darmen trouwens, nog nooit eerder geprobeerd. Ik was op internet aan het kijken en ik zie dat wel vaker. En ik las dat je er eentje moet nemen die een omhulsel heeft, waardoor het pas in de darmen wordt afgegeven, niet al in de maag. Anders gaat het in de maag meteen verteren of zuur worden, waardoor het de darmen nooit bereikt. En dat stond bij deze. Dus hier ga ik dus, dit ga ik proberen. Als het tegen gratis zijn, heb ik echt iets ziek gestoord duurs gekocht. En dit kost 70 euro per potje. En het was tweede gratis. Maar ha... Die heeft me hier heel lang geleden iets over verteld. En zijn moeder heeft het ook.
Ik zag het ineens, ik dacht, weet je, ik ga het gewoon een keer kopen. Dit is Manuka honing. En nou ja, dat moet je maar opzoeken op internet. En dit is dan de sterkste die ze hadden bij Holland & Barrett, maar er zijn nog veel sterkere. Nou ja, dit is de 2 van 4 wat ik las op internet. Maar er schijnt ook veel nep in omloop te zijn. Nou, dat zal dit niet zijn. Honing uit Nieuw-Zeeland en dat is echt heel erg goed voor je. Dus dat, ja, een cadeautje voor mezelf. Ik wilde dit gewoon heel graag een keer proberen. Ik ga er gewoon over mijn nek. Ik ben dol op haringen. Maar... Oh, ik vind dat zo jammer. Want hij is wel heel lekker vettig, maar waarom zoveel graat? Ja, ja, dat is vanwege de vlog dat je dat zegt. Nee, ik lieg nooit. Eel. Zit hier nu een graad in mijn vinger? Volgens mij zit een graad op je scherm. Dus alsjeblieft niet aan mijn bank afvegen. Ik had allemaal lekkere groenten en kip in groene curry met... Maar heel mild. Ja, hele milde curry, groene curry. Met hele goede kokosmelk erin. Ik heb eigenlijk altijd gewoon supermarkt kokosmelk, maar ik dacht ik ga gewoon eens een keer naar de toko en neem ik die wat vettere kokosmelk. Ja, dat proefde ik, ja. En dat is toch lekker. En ik heb dus alleen vorige keer, ik vond het dan te vet, dus ik heb een gedeelte van die vettere kokosmelk met de gewone supermarkt kokosmelk gedaan. Aantje, spinazie, appelmango, sap van appelsientje, wat ik laatst had gekocht. Een beetje havermout tot gember. En ik doe er nog wat water bij. Ik heb dit gekocht bij de Ethos. En dit is een merk waar ik bij ons een keertje iets van heb gekregen ook. Om te testen voor een soort van ooglidcorrectie. Maar dat heb ik niet echt nodig. Dus dat heb ik nog nooit getest. Maar dit vind ik dus wel heel leuk. En volgens mij was het normaal 14 euro of zo. Ik weet niet meer. Nu 6. En het is dus ook vegan, cruelty free, paraben free. En je lippen worden 20% voller in 2 minuten, zeggen ze. Maar 20% is niet heel veel. Maar volgens mij werkt het wel echt. En ik hou heel erg van lipvlam dingen. Dus ik dacht, ik ga het even voor jullie testen. Mijn lippen zijn nu helemaal schoon. Nou, het is niet heel moeilijk om je lip een beetje geplumpt te krijgen. Ik denk dat het wel werkt. Oh, het is met zo'n kwastje. Wat is hier? Dan moet je draaien. Oké. Ik hou dus heel erg van dat gevoel als een soort chilipeper of munt op je lippen. Dat het gaat burnen. Maar dat zijn al die lipvlam dingen. Waarschijnlijk is zo'n plumping lipgloss is denk ik echt even goed, maar we gaan het even testen. Ik heb veel te veel. Oh my god, het is veel te veel. Het lijkt nu net alsof ik mijn haar heel kort heb geknipt, maar de rest van haar zit hier. Oh, we moeten goed kijken hoe mijn lippen er nu uitzien, zonder. En we moeten ook niet denken dat het voller lijkt omdat er nu gloss op zit, want dan lijkt het sowieso dikker. Dus we moeten eigenlijk nu kijken hoe het nu is. En dan over 2 minuten. Het is sowieso een mooie lipgloss. En het voelt heel zacht en het brandt dus totaal niet. Dus oké, 2 minuten wachten. Oké, hier staat dus 2 minuten. En hier staat 5 minuten. Lip color is dramatically enhanced. Nou, ik zie nog helemaal niks gebeuren, terwijl... De goedkoopste Catrice lipglossen plumpen mijn lippen al. Dus als dit niet werkt, vind ik het echt heel raar. Een beetje er afvegen. Het lijkt wel iets dikker misschien. Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb van mezelf al gewoon best prima lippen. Nou ja, beoordelen jullie maar. Ik zie het wel als ik het ga editen of ik verschil zie. Nu zie ik het niet echt. Maar wat ik zeg, 20% is niet zoveel. Maar volgens mij zie je helemaal niks. En het brandde dus ook niet. Dus oké. Nou, goodbye. Ik wil dus aan haar laten zien waar ik vroeger heb gewoond. Tot en met groep 8. Van groep 2 tot en met groep 8 of zo. En ik wil het zelf ook weer een keer zien. Maar ik ben helemaal in shock. Ik heb even gehoord dat die vrouw het niet ziet. Dat is een beetje raar voor haar. Dit was het dus. Wacht even. Hij heeft gezien dat ik gewoon naar een mooie huis aan het kijken ben. Dit. Kan je hier rechts gaan? Hier woonde ik dus. Maar je ziet ook helemaal niks. Die schutting is, hebben mijn ouders volgens mij toe geplant. Die is alleen maar hoger geworden. Dus je kan bijna niks meer zien. Nou, je ziet het gewoon niet. Je kan het gewoon niet zien. Op de vlog. Wat jammer. Je kan het alleen zien als je van heel ver weg komt. Oh. Nou ja, jammer. Maar echt mega bizar. Ik weet nog precies. Bij of dit eerste huis of die volgende met Sint Maarten. Nee, het was maar niet deze, maar die daarna. Kregen we dus
Met Sint Maarten, een mandarijn en 50 gulden. Dat was zo'n wijk dus. Ja, in dit huis kregen we 50 gulden, mijn broertje en ik. Toen we aanbelden, echt bizar. Het is ontbijtmaaktijd, maar ik weet niet, is meloen lekker met yoghurt? Ik denk het dus niet. Dat weet ik niet. Ik denk het niet, ik heb het nog nooit gezien ook. Ik heb heel lekker dit gemaakt. Dat maak ik eigenlijk nooit. Maar het is 10% Griekse yoghurt. Griekse stel. Ik kon geen echte vinden. Aardbeien, kokosnoot, kiwi, granola, walnoten en een klein beetje honing. Lekker. Ik ben nu bij het Haba de toko geweest. Want we hadden zin om vanavond, ik had niet echt avondeten in huis. Ik wist niet of ze bleef eten. Dus zei ik, zullen we lekker sojaboontjes halen, dimsen, misschien wat sushi bestellen. Maar we zagen zoveel lekkere dingen dat we geen sushi gaan bestellen. Dus ik zal zo even laten zien. We hebben meerdere dimsums gekocht, ook andere merkjes. Maar die ene die ik zo lekker vind, die blijf ik kopen. Want die komt ook het beste uit de test, las ik net op internet. Dus ik zal het zo even laten zien. Maar dat is echt leuk en ik weet niet of hij het lekker vindt. En ik wou weer matcha halen, maar die was op. Dus ik heb nu die met kokos en daar was ik ook benieuwd naar. Maar misschien is die wel heel vies. Bijvoorbeeld die kokos met taro milk. En ik weet eigenlijk niet precies hoe taro smaakt. Met een litchi popbal. Dus... ik blijf het gewoon heel leuk vinden om het te halen. Oh my god, dit is zo zoet. Wat? Wil je dit proeven? Het smaakt echt heel erg romig en zoet. Dit is echt heel slecht voor je. Die met matcha is heel licht. Wil je het alsjeblieft proeven? Oh. Nog nooit zoiets meer is gedronken in je leven? Mm. Het is het zoetste ooit. Het is gewoon alsof ik gesmolten ijs aan het drinken ben. Nou, dit is zoveel suiker. Dit moet ik echt niet opdrinken. Grappig, want die matcha is altijd heel minimaal en heel licht. En dit is, ik weet niet wat het is. Lekker bezig. Oké, we zijn er. Ik ga aan jullie laten zien wat we allemaal hebben. Ik heb trouwens dit blouseje van Weekamp Jacqueline de Jong. Die zijn altijd best wel goedkoop. En ja, gewoon katoen, volgens mij. Oké, nou, als eerst dachten we gaan daar afhaal eten ook halen. En toen hadden ze een bakje Surinaamse rijst voor 2,50 koud. En toen zagen we in de winkel dat je echt 10 keer dit hebt, zo'n bak, voor 3 euro. Dus dit komt gewoon, nou ja, dus dat is wel grappig. Dan word je dus echt opgelicht. Nou ja, opgelicht. Gewoon slim van ze. We hebben trouwens allebei buikpijn van het drankje. Het was echt heel vies. En hij heeft 1 slok op en hij heeft al buikpijn. Oké, wat hebben we gekocht? Weer deze, want die vind ik het lekkerst. Alleen laatst kwam ik er wel achter dat sommige nog darmpjes erin hebben. En dat vind ik wel een beetje vies. Maar ja, dat is nou helemaal zo bij garnalen. Dus een groot pak daarvan. Dan ook deze, in het klein. Dus ook met garnaal. Maar volgens mij kan je deze dus ook frituren. Dat is een ander deegje, maar je kunt ze ook koken of stomen. Dan heeft H deze gekozen. Beef met rundvlees. Ziet er wat anders uit. Er zijn zoveel opties. Als je al het vlees eet, heb je echt heel veel opties. Want met pork hebben ze superveel, maar dat wil ik echt niet. Maar dit is ook echt totaal anders. Dan hebben we nog van deze. Dan zag ik dat op internet kwam deze soort van als tweede uit de test. Van Lee's met kip. Ook een beetje zo'n soort als die, volgens mij. En deze vind ik gewoon heel lekker. Die heb ik nu al vaker gehad. Met 3 zakken sojabonen. En dan hebben we echt het dumpling sausje gevonden. Je had hot en garlic en ik heb garlic. Echt benieuwd naar dit sausje, want die was dus elke keer op. En een rice paper sauce. Nou ja, dit is allemaal met rijstdeeg volgens mij. Dus ik dacht, dat is ook wel leuk. Oh ja, en dit is echt geweldig. Ha zei ineens, kom, ik koop gewoon zonnebloemolie. En dan gaan we gewoon in een dun laagje dit zelf frituren. Dus lekker vat zich wel, maar oh, dit is zo lekker. En dan hebben we zonnebloemolie en ha heeft dit drankje. Hoeveel gember zit hierin? Nou, ik ben benieuwd of dit... het zou zo leuk zijn trouwens... net zijn reactie toen hij dat drankje dronk. Toen hij net dat slok van het drankje nam. Hij vond het zo goor. Ik moest zo hard lachen. En op dat soort momenten denk ik echt. Oh, ik kan me er zo verheugen op het moment dat hij in de vlog wil. Maar I don't know when that will be. Maar deze, ik ga gewoon even een slokje proeven. Het ziet er wel lekker uit. Zo, de ju. De gember is heel lekker aanwezig. Maar het is meer zoet en zuur. Alles is zo zoet bij die toko. Echt veel te zoet voor mij. Ugh, siroopachtig. Oh, er zitten allemaal ijsjes vast. Weet je dat ik veel meer ruimte heb als dit ijs weg is? Hey, we hebben een winnaar.
Hey, we hebben er weer een. Hey, we hebben er nog een. Oh my god. Maar wat doe je dan met al dat ijs? Hier ligt een schat verborgen. Het is een framboos. De eerste lading. Ik eet nooit meer rundvlees. Ja, alleen is heel soms met jou. Dit zijn die met rundvlees. Die zien er heel lekker uit. Het lijken gewoon een soort gehaktballetjes. En ik weet dus niet welke dit zijn. Of dat dan die met kip zijn? Geen idee. Maar we gaan ze nu proeven. En we hebben alle sausjes, de sojabonen en de rijst. Dat is lekker. Geen idee wat dit is. Ik ga het dimsum sausje proberen. Welke is dat? Deze? Oh, dat is een sojasaus. Nou. Maar is het gaar? Nou, moet wel na zo'n lange tijd. Dit is kip. Dit is gewoon een soort kipbal. Deze vind ik niet heel speciaal. Die is gefrituurd, denk ik, lekkerder. Nou, deze zit heel weinig smaak aan. Er zit echt geen zout in, geen knoflook. En het saus vind ik ook niet zo heel lekker. Een gehaktbal. Maar ik moet hem even zonder saus proeven. Anders. Wel lekker op zich, maar niet zo speciaal. Ja. Ik weet niet. Gewoon een gehaktbal met heel weinig smaak eigenlijk. Die twee waren niet zo boeiend en deze saus ruikt en smaakt naar poep. Dus die vinden we ook niet lekker. Dit zijn die vegedumplings die ik laatst al had gekocht. Deze hebben wij niet net gekocht. Die vind ik dus niet zo lekker. Dat zijn met alleen maar groenten. Kijkt heel vies. Deze vind ik heel lekker. Dus met kip en mushroom. Daar wil ik er nog wel meer van straks. En dit zijn die nieuwe die we hebben gekocht met garnaal. En dat heeft dus dat deegje wat we net niet zo lekker vonden bij de kip. Maar dan met garnaal. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe die dan smaakt eigenlijk. Dat is echt in 1 minuut. Deze hier. Mmm. Sexy. Uitkleden. Ja, het is zo weinig. Het heeft weinig smaak. Maar je eet hem even met dat rode sausje. Ja, die vind ik. Dit moet je gewoon frituren, deze. Deze zijn niet lekker als je ze kookt. Het staat echt helemaal nergens op. Vol te hopen. En misschien vind jij deze wel lekker. Het is met keel. Maar deze is zo hard. Alsof je ze moet frituren. Dat lijkt wel steen geworden, deze. Een soort boerenkool. Ja. Nou, als je die al niet lekker vindt, dan hou je er echt niet van. Die kip mushroom, die is heel lekker. Dit is maar naar boerenkool, spruitjes, misschien vind je dat lekker. Daar hou jij van. Ja. De lekkerste tot nu toe, die vind ik dus goor. Dan geef ik jou die wel mee naar huis. Wil jij nog even deze of niet? Zijn er maar twee. Nee. Oké, die vind ik echt lekker. Waar oh, nou. Ik moeite mee heb met dat... Slimy? En dan hou je niet van dit eten. Gewoon te veel deeg. Ja, maar daarom zei ik, jij houdt dus waarschijnlijk van gyoza. Dat is dus gebakken of gefrituurd. Dit gefrituurd vind jij wel lekker. Denk ik wel. Ja, zie je. Zo, hij is weg, want hij moest op tijd naar huis voor de avondklok. We hebben nog even lekker gedoucht, dus ik zit nu al lekker zo in mijn badjas. Lekker fris. En ik ben helemaal gelukkig. We hadden echt weer zo'n heerlijk ouderwets weekendje. Gewoon zo... Super kort natuurlijk, was gisteravond, maar zo gezellig. Zo leuk, ik ben ook echt, ik vind het zo leuk dat ik gewoon nog zo verliefd, dat ik nog gewoon zo verliefd ben en zo. En dat we zo gek op elkaar zijn, dus dat is heel leuk. Meer zal ik niet even zeggen, het is een beetje cheesy misschien om het zo te zeggen, maar ik wou het toch zeggen. Ik ben gewoon helemaal gelukkig dit hele weekend. Ook bij mijn ouders was het super leuk, bij mijn oma. Maar met haar ook gewoon, we hebben het echt heel lekker gehad. Dus daar ben ik heel blij mee. En nu ga ik lekker genieten nog van 2 uurtjes televisie kijken.